Wat was dat, die woede die ik voelde? Dat heb ik echt serieus nog nooit meegemaakt. Maar weet je, laat ik maar. Ik wil belangrijke dingen te doen. Ik moet ook even naar Joris toe, want ik wil weten of die Empire-gast al gepraat heeft of niet. Goed nieuws, hij heeft al gepraat. Het slechte nieuws is dat ze nog een Empire-wand hebben gestolen. Je had toch nog een Empire-wand van hem gestolen, of niet? Klopt, maar die heb ik meteen vernietigd. En dat zeg je nu pas? Ja, jij vraagt het toch nu pas, of niet? Ja, oké, maar nu even serieus. Heeft hij ook nog gezegd waar de andere wand is? Ja, en het is hier heel dichtbij. Nou, dan gaan we er nu heen. We moeten die tweede wand vinden. Maar wat gaan we met dat ding doen dan? Geen idee, maar dan moeten we hem voor nu veiligstellen om te voorkomen dat ze die ook nog gaan gebruiken. Goed dan, volg mij maar dan maar. Hier is het, we zijn nu aan de achterkant van het fort. Mooi, waar moeten we naar de zijkant, want daar staan vaak de minste bewakers. Dan zou ik daar naar rechts gaan. Goed dan, we gaan lopen. Oh ja, bijna vergeten te vragen, maar heb je nog iets van Roos gehoord of niet? Nu je zegt, niet nee. Ik heb er nog wel een brief gestuurd waarin stond dat ze naar het kasteel moest komen om plannen te bespreken en zo. Maar ik heb van haar een rare brief teruggekregen. Wat stond erin dan? Dat ze niet kon komen omdat ze ergens mee bezig was. Maar ze vertelde niet wat. Raar. Ik heb ook zoiets gehoord van generaal Joris. Wacht, is die andere Joris dan ook al generaal? Officieel niet, maar je weet in ieder geval over wie ik het heb. Dat is waar, maar oké, we zijn aan de zijkant. Wat nu? Ja, oké, wacht even. Hoeveel bewakers staan er met het bord? Ik zie er twee. Oké, oppassen dus, want als ze ons zien, dan hebben we een probleem. Hoe komen we überhaupt binnen? Nou, blijkbaar hebben ze niet echt geleerd van de vorige keer, dus ik heb weer een lotus bij me. Kijk, eens een goede voorbereiding. Oh, wanneer heb ik dat niet dan? Altijd. Ik kan je nog laten vallen. Nou, doe dat maar niet. Goed, we zijn boven. Maar wat is het plan? We gaan via deze ladder hier bij de toren weer naar beneden. En dan moeten we even hopen dat die bewakers ons niet zien. Oké. Au. Kom maar. Top. Oké, zodra ik het zeg, sprinten we naar die middelste toren. En gaan we meteen naar boven. Oké, ik sta klaar. Goed. 3, 2, 1, go! Sprinten, go. En meteen naar boven. Liggen het aan mij, je vorige villagers? Ja, ik hoor ze ook. Wat de hel is dit hier? Hou ze hier in villagers gevangen ofzo? Oh mijn god. Het zijn ook alleen maar villagers die niks ruilen. Misschien vindt de Empire ze waardeloos en sluit ze hierop. Ja, misschien, maar weet je, we zijn er niet gekomen voor hun, dus we gaan weer verder. Ik zal ze laten bevrijden met Rens. Oké, ik moet zeggen, je bent wel een goede hertog. Dank je. Oké, we zijn er en hier moet het zijn. Kijk aan alle chesten, neem mee wat je kunt dragen. Ik zie hier alleen maar zwaarden en schilden, die neem ik wel even mee. Ik heb je bogen en pijlen en wat armor setjes. Oké. En neem ze allemaal mee. Oké, dan moet in deze chest de wand liggen. Ja, eindelijk hoor. De Empire Wand. Eerst het zwaard en nu de Empire Wand. Het lijkt erop dat het lot mij de sterkste van de wereld wil maken. Rustig aan, Koen. Je weet nog niet eens of hij het doet. Je hebt gelijk. Voordat ik hem ga gebruiken, moeten we hem eerst testen. Op wat dan? Op die bewakers. Hey Empire! Lanterra, Lana Bruta. Mooie dag is het vandaag, of niet soms? Balalana Maus. Het is zelfs een perfecte dag om twee Empire-soldaatjes te doden. Bully Pasti Viriani. De ene is al dood en de andere rent weg als een bang klein watje. Ook heb ik een hekel aan Empire, zelfs ik vind dit te overdreven. Hij wordt veel te agressief door die wand. Hier moet iets aan gedaan worden en omdat Koen niet uit zichzelf die wand gaat geven, moet ik een expert vinden die hem kan overtuigen. En ik weet al precies wie dat wordt. Ik snap het, deze nieuwe kracht is nieuw en te veel voor hem. Weet je al hoe het kan oplossen, waardoor hij weer normaal wordt? Ik denk het wel. Je zei toen dat het een nieuwe wand was, die nog eigenlijk getest moest worden. Ja, klopt. Dan kan het nog zijn dat de wand nog niet gestabiliseerd is. En dat betekent? Dat de wand nog wild is en alle magie er minimaal één keer uit moet. En omdat Koen niet met een wilde wand om kan gaan, zullen we het anders moeten doen. En hoe precies? Dat zal je later wel zien.